Even terugblikken op het toernooi in Kaliningrad. We spelen daar tegen 3 ploegen uit de Europese top. Met Rusland, Nederland en Turkije hebben we daar stevige tegenstrevers gehad voor het debuut van een aantal van onze meisjes in de World Grand Prix. We zijn nu in China, in Macau, en we zijn in Kaliningrad geweest, waar we nog niet ons beste volleybal hebben laten zien, want we kunnen altijd beter. Nu staan we voor een nog zwaarder weekend in Macau tegen Brazilië, China en Servië. Daar komen we 3 teams tegen die op de Olympische Spelen toch wel medaillekansen hebben. Dus wordt het weer een trapje hoger. Dit weekend zal wel moeilijk worden. We hebben 3 zware tegenstanders. Servië, Brazil en China. Maar goed, van tegen die teams te spelen kunnen we iets leren. Dus ik denk dat we zeker en vast hier wel wijzer uit moeten worden. Wij hopen hier ons spelniveau te verbeteren en onze voet naast die toplanden te kunnen zetten bij momenten. En op die manier toch wel progressie te kunnen boeken. Om ons project verder te zetten en onze jonge speelsters verder te ontwikkelen tegen spelers van absoluut wereldniveau.